Daily Minutes nummer 1541 met een uitzending voor vandaag 4 februari 2019. Dit is het bulletin van maandag. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ik met de data doe vandaag. Als ik geen tijd overhoud, dan zijn het dezelfde afbeeldingen van gisteren. Maar als ik wel tijd genoeg heb, dan zijn er twee nieuwe afbeeldingen. Ik heb vandaag in de uitzending enkele nieuwsberichten. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft op 1 februari haar aan het eind van de zomer al geïntroduceerde wetsvoorstel in de ministerraad ingebracht. Wanneer het voorstel door de Eerste Kamer komt, wordt met dit wetsvoorstel vanaf 1 juli van dit jaar een algeheel verbod in het verkeer op het gebruiken van elektronische apparaten van kracht. Dit geldt voor mobieltjes, maar ook voor laptops en camera's. De omschrijving is volgens verschillende bronnen heel breed, zodat ook apparaten die nu nog niet bestaan, maar in de toekomst pas bedacht kunnen worden, er ook onder vallen. Behalve fietsers gaat het verbod vanaf 1 juli ook gelden voor trambestuurders en bestuurders van niet gemotoriseerde voertuigen. Uit alles rond dit voorstel blijkt dat ook het gebruik op de fiets voor zendamateurs vanaf die datum verboden is met hun apparatuur. Hoewel mijn gevoel me zegt dat het zeker gevaarlijk is, met name appen, en ik bijvoorbeeld het werken met een portofoon op de fiets beperk tot rustige verkeerssituaties, is er hier toch sprake van een staaltje emotiewetgeving of incidentwetgeving, zoals je vaak tegenwoordig ziet. Het eerste van die twee, emotiewetgeving, betekent dat het draagvlak als argument voor een wetsvoorstel wordt gebruikt, in plaats van primair op de feiten te letten. Het tweede, incidentwetgeving, is als de politiek bezwijkt voor druk die ontstaat na een traumatische gebeurtenis. Dit alles is overigens begrijpelijk, vaak ligt er een diepe tragiek aan ten grondslag. Bij deze wet is het de vader van een 13-jarige jongen die in 2015 door een ongeluk met een appende fietser overleed, die druk bleef uitoefenen voor invoering van een algeheel verbod op appen in het verkeer. De reden dat ik deze twee kwalificaties gebruik is dat er onderzoek is gedaan door zowel de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, en door de TU Delft. En die alle twee konden niet aantonen dat het smartphonegebruik op de fiets tot beduidend meer ongelukken zou leiden. Nadeel van incidentwetgeving is dat er vaak andere al geplande maatregelen voor worden uitgesteld of zelfs niet kunnen doorgaan. Ook bij emotiewetgeving zijn er vaak benadeelden, bijvoorbeeld leveranciers van bepaalde materialen of mensen die apparaten of voorraden in bezit hebben waarvoor ze al betaald hebben en niet meer kunnen gebruiken. Het verbod dat nu al geldt voor de auto beperkt zich momenteel tot het gebruik van smartphones, terwijl hands-free bellen wel is toegestaan en apparaten zoals zendamateurs gebruiken nadrukkelijk worden uitgesloten. Hoe dan ook, het lijkt er sterk op dat met het nieuwe voorstel alle gebruik van elektronica verboden wordt op de fietsen en dat geldt dus ook voor amateurapparatuur. Ik ga ervan uit dat dingen als gehoorapparaten er wel buiten vallen. Niet duidelijk is dus of het gebruik via bijvoorbeeld Bluetooth headset nog wel is toegestaan. Veron en VSZA publiceren op 1 en 2 februari alle twee een tekst over de herijking voor de N-licentie op hun website. In het stuk staat weinig concreets of nieuws over de gang van zaken, maar wel dat het conceptrapport op 25 april klaar zal zijn, zodat het bij het amateuroverleg kan worden besproken. Ik heb de afgelopen tijd al vaker aandacht besteed aan de interessante modus DRM, Digital Radio Mondiale. Op de website van Kim Andrew Elliott, swradiogram.net, kom ik een stukje tegen naar aanleiding van een uitzending in DRM die hij recent deed, over dat het mogelijk is om met web-SDR's volgens het Kiwi-SDR-principe DRM te ontvangen door middel van de Dream-software voor DRM. DRM kan worden ontvangen met behulp van Kiwi SDR receivers te vinden op sdr.hu, zo staat er, in combinatie met de Dream software. Ik zal het artikel ook plaatsen op www.pnolete.nl met daarbij de linkjes waar je informatie over hoe dit moet kunt vinden. Ja, en op de site hobbyscoop.nl staat voor het eerst in een aantal maanden een nieuw artikel. Het vorige wat er nog stond ging over het naar internet gaan van de Daily Minutes. De Stichting Scope Hobbyfonds geeft met het artikel een kijkje achter de schermen bij de systemen die de stichting in de lucht brengt. Om het een en ander in goede banen te leiden zijn er bij de stichting diverse personen die zich bezighouden met het monitoren en instandhouden van diverse infrastructuren die Hobbyscope rijk is. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld 5 gigahertz straalverbindingen en access points die onderdeel zijn van Hamnet, VPN-verbindingen tussen verschillende locaties, peer-to-peer tunnels, Linux-servers, Windows-clients en servers en niet in de laatste plaats alle repeaters en randapparaten die in gebruik zijn. In totaal meer dan 250 apparaten en processors, zo vertelt het artikel. Hobbyscope gebruikt verschillende softwarepakketten die bedoeld zijn om de functionaliteit van alle systemen in de gaten te houden. Hiervoor is een beheerteam, zo'n 6 personen, gemakkelijk in de gelegenheid om een overzicht te houden van alle in gebruik zijnde techniek. Ook worden statusmeldingen gepusht naar bijvoorbeeld mobiele telefoons, e-mailadressen, etc.
Hierdoor is een storing van het overgrote deel van de techniek vrijwel direct inzichtelijk, zo gaat het verder. Het artikel laat aan de hand van de voorbeelden zien wat er allemaal bij komt kijken bij het beheer van een dergelijke gecompliceerde samenstelling van systemen. Die systemen kunnen op afstand worden gemonitord, waardoor bijvoorbeeld mogelijke problemen snel aan het licht kunnen treden en dikwijls worden voorkomen. Ook zorgen monitoringssystemen voor een beter inzicht in het totaal. Verder, zo gaat de tekst op de site verder, is het gewoon hartstikke leerzaam en leuk om die systemen te monitoren. Ja, tenslotte, ik zag net dat je vandaag nog de nieuwste CQPA gratis kunt downloaden van www.vrza.nl. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar de toer.